ga eten mee overgeven. Ik ga weer behangen. Elisa doet echt alles zelf. Ze is presentatrice en behangster en klust erin. Ja, geen sterallures bij deze influencer. Absoluut. Blijf je verhangen? Zeg maar kaas! Ik heb zoveel zin om dit pakketje open te maken. Pardon, open snoer! Wie is dit? Open snoer! Kom op! Oh, dit is heel lekker wijn. Oh, deze ook. Lijkt me een verjaardag dit, joh. Huh? Goedemorgen. Herkennen jullie hem? Oh, die vaas is leuk. Eindelijk is dit de kerstboom geworden. Kerstje binnengekomen. Dat is helemaal niet door. Manlief heeft de deur open gedaan. En er zit waarschijnlijk iets geniaals in. Zo zat hij in de doos. En het is van de knuffelmakers. Knuffelmakers is echt een heel leuk merk. Want ze maken knuffels. Ze maken knuffels van opa's en oma's. Of een knuffel van een huisdier. Zodat het kindje altijd diegene bij zich heeft. Bijvoorbeeld op reis of door corona kan je elkaar natuurlijk niet heel vaak zien. En eigenlijk heeft Oliver hem gekregen. Hier staat, omdat we jou zo schattig vinden en jij zo gek bent op je opa-snor, hebben wij hem voor jou verknuffeld. Nu kun je ook met lieve opa-snor knuffelen als hij even niet in de buurt is. Jongens, ik heb zoveel zin om dit pakketje open te maken. Ga nou open. Oh, niet leuk. Oh, hij is ook grijs. Kijk. Hij is ook indo-bruin. Oh, kijk. Hij lijkt ook echt op opa. Pap, als je kijkt. Dit is toch vet. Je telt pas echt mee als je bent verknuffeld. Wat is dat dan? Opa snoei. Dat ben jij. Je bent verknuffeld, heet dat. Ah, leuk. Dus dan heeft Oliver opa snoer altijd bij zich. Kijk, ik ben mooi grijs, Ben, en indo-bruin. Opa snoer, opa snoer. Kijk eens, wie is dit? Opa snoer. Kom bij opa snoer. We zijn inmiddels in het park beland. En Natalia, Manlief en Olly zijn al aan het shooten. Kijk, zo leuk. Cute. Mijn vader is vanochtend gekomen. Ik ben op mijn thuisplek. Ik ben al urenlang aan het wachten. Totdat de zon is gedraaid. Want wat ga ik doen? Ik ga eindelijk de inspiratiewand met het mooie behang van Arthur. Ga ik eindelijk fotograferen. Alleen de zon schijnt erop. Kijk. Zie je dit? Dit ziet er natuurlijk niet uit. En als ik de markiezen uit, dan wordt het zo donker hier. Dan wordt het heel erg blauwig. Dus ik zit nog steeds te wachten. Dat was, nou ja, een uur geleden zat hier. Dus dat gaat steeds meer die kant op. En dan ga ik eindelijk de shooten meedoen. Ik zeg dan wel eindelijk de shooten meedoen. Ik heb hier al eens eerder een shoot meegedaan. Alleen toen had ik verkeerd behangen. Toen moest later alles eraf. Toen heb ik nieuw behang gekregen. En dat heb ik dus nou erop gedaan met mijn man. Dus ik moet de shoot weer helemaal opnieuw doen. Maar soort van opnieuw. Ik heb de details kan ik natuurlijk nog wel gebruiken. Ik heb mezelf ermee op de foto gezet. Alleen, ik wil nog ook het beginbeeld dat ik op die mooie stoel van Gin, die Gin heeft gestoffeerd, nog doen. En ik heb weer even toch anders gesteld. Kijk, met pappenschat. Ik vind het eigenlijk leuker dan vorige keer met die bosbloemen. Dat is ook wel grappig. Ik was nog even aan het zoeken in mijn WordPress naar de post over de inspiratiewand. Want ik had hem aangemaakt. Maar een hele erge verrassing. Ik wist dus niet... Dat was ik gewoon compleet vergeten. Dat ik al die hele post had getikt. Dus ik open mijn net. Is die helemaal af. Qua tekst, qua SEO. Alleen wat foto's moet ik dus aanpassen. Maar dat is weer
hè, soms kan ik mezelf verbazen dat dat gewoon oké is nu. Dus ik hoef dus niet een tekst te maken. Kan ik weer afvinken van mijn to-do-lijst van vandaag. Lekker bezig! Zon is eindelijk weg. Kijk. Geen raar. Kijk, ze nog wel een beetje. Een beetje saai, maar ik ga eerst een shot maken. Ja. Hoe het er is zonder styling. Kijk, zo mooi. En vind ik leuk, want je hebt hier natuurlijk nog de trap. Kijk. Oh, Pinky, kom je er ook bij? Gezellig. Puggy, je zit hier minstens 20 uur per dag op. Dus kom op. Kom. Kom. Op de stoel. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Het is donderdag. Open Snor is er nog steeds. Ik ga even spieken bij Therese in haar mooie winkel Circle of Home. Zij is Feng Shui adviseur en heeft sinds kort, al sinds een paar maanden, een hele leuke winkel in Haarlem. Dus voor openingstijd ga ik er eventjes spieken. Heel erg leuk. Alles om het huis helemaal zen te maken. Ga ik nu heen. Dit is de winkel van Therese. Ga even langs. Morgen, Therese. Hallo. Kijk. Oh. Welkom. Echt. Circle of Home. Ja, echt hartstikke mooi. Ja, ik weet het al, je hebt alles al verteld. Maar waarom zouden mensen hier binnenkort langs kunnen komen? Nou, ik wil eigenlijk met deze winkel een soort ontmoetingsplek creëren. Waar je het gevoel van feng shui kan ervaren. Hoe het is om in balans en harmonie te leven. En hoe dat ook eruit kan zien. Ja. De verschillende elementen, de materialen. En, nou, dat heb ik hier neergezet. En ik hoor vaak dat mensen binnenkomen en zeggen van, wat is dat dan hier? Wat voel ik hier? Nou, dat is dus feng shui. Je moet het echt, en dat zien mensen, of mensen merken het niet, maar het ruikt hier ook zo ontzettend lekker. Ja, nou, geur is ook een deel van een ervaring van een ruimte. En als het niet lekker ruikt ergens, dan kan het heel mooi zijn, maar klopt. De geur is wel bepalend. Nou, en ik ga je toch even één ding vragen, misschien vind je het heel erg moeilijk. Maar wat is nou een mooi, jouw favoriete stuk uit deze winkel? Of winkel uit deze mooie plek? Ik vind op dit moment is eigenlijk, denk ik, dit mijn favoriet. Deze, hè? Ja, dit is ook meteen de eyecatcher van de hele winkel. Kijk nou. En die zachte bolle vleugels gevuld. Ja. Die zachte ronde vormen van de lampen. Ja, dit is een heel, wat we nu eigenlijk nu nodig hebben in de winter, als het zo koud is, gewoon dat wollige, geborgen gevoel heb ik hier willen neerzetten. Ja, nou, het is zeker gelukt. Zeker gelukt. Dus hier blijf ik graag. Ja, ik wil zeggen, heel mooi. En jouw winkel is open van woensdag? Woensdag tot zaterdag. In december ga ik ook op zondag open. Oh. Van 11 tot 5. Ja, nou, allemaal Therese volgen via onderstaande link of wie weet tot in Haarlem. We gaan hier even spieken. Vandaag gaan we spieken bij Jasmijn Bloembinders om de hoek. En het is weer volledig vol met kerst. En ik ga mezelf weer even wat cadeaus doen. It was the night before Christmas. En kijk eens waar ik mee bezig ben. Met onze mooie kerstboom. En het is een hele bak. Ik zat er helemaal klaar voor. De lampjes zaten er allemaal in. En toen rook ik wat. En toen bleek de tweede lichtslinger was aan het doorbranden. Dus de hele plastic was dus aan het verbranden. En ik rook al wat. En anders was het huis in de fik gevlogen. Lekker handig dan. Dus wat heb ik gedaan? De onderste baan ga ik hopelijk morgen nog kopen. Voor nu is dat niet erg, omdat de onderste kant van de kerstboom ga ik toch nog niet optuigen. Omdat ik bang ben dat olie alle mooie ornamentjes eruit catcht. Dus ik ga beginnen met de bovenste verdieping. Oh, maar dat is toch erg. Kijk. Echt. Ja, maar die hadden we al een tijdje. Volgens mij al 6, 7 jaar.
Dus morgen ga ik weer even nieuwe kopen. En dan gaan we nu bezig met al die mooie kerstornamentjes. Kijk nou eens wat mooi. Maar een derde gaat er sowieso niet in. Althans voorlopig niet. I was closing down for business in my little prison cell. When the bell on the door jingled once more. And then time. Kijk eens wat een mooie. Twee derde van de boom. Zoals je ziet, hier ga ik nog klusverlichting voor kopen. En onderin heb ik al wat ornamentjes die niet breekbaar zijn. Zoals de pizzapunt en de theepot en een snoepje en een trompet. Maar kijk eens. Ik vind het eigenlijk wel weer goed hoor, zo bij het raam. Heel benieuwd hoe het morgen staat. Dan gaan we eerst even alles. Nou, ik ga sowieso deze doos... En die doos nog even bewaren, want als Oliver er op een gegeven moment afblijft, dan ga ik dit natuurlijk ook nog allemaal optuigen. En de rest gaat naar boven. Oh, we gaan die er nog even onder doen. Wat is dat, Oliver? Hier staat de kerstboom. Oh, leuk. Zie je de bus al? Zoals verwacht, heeft hij alleen maar over de bus. Yes. Ja, maar lekker mee spelen, liefie. Ja. Ja. Mama is uren bezig geweest met de boom. Je hebt er geen oog voor. Nou. Het is een L. En een wc. En frietjes, Olly. Frietjes vind jij heel erg. Auto. 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 Ja. Auto. Auto, ja, dat is er ook eentje. Maar zie je er nog meer in? Kijk eens daar. Dat is ook een auto. Zondagochtend, zoals je aan mijn hoofd kunt zien. Zoals je aan mijn hoofd kunt zien, is het zondagochtend. Ik ga naar het tuincentrum. Of naar het tuincentrum. Een klusterverlichting kopen. Eén slinger. Ik hoop dat ze hem hebben. Ik heb even mijn oude meegenomen, omdat ik wil even kijken of ik precies hetzelfde wil hebben. Ook qua licht. Oliver, ik weet niet of ik me nou beledigd moet voelen omdat Oliver totaal geen oog heeft voor de kerstboom. Of juist opgelucht omdat hij geen oog heeft voor de kerstboom. Maar hij zit nou de hele tijd te spelen met die vrachtwagen. Dat is echt super leuk. Ik ga naar het tuincentrum. Ik hoop, het is iets voor openingstijd. Want tip, want dan is het hopelijk niet zo druk. We zullen naar het tuincentrum en mijn ouders komen. En ik maak een stoofpotje. Tegelijkertijd maak ik ook de lunch. Dus dit gaat in de oven. Dan. We hebben zojuist ook de kerstshoot gedaan. Ging in één keer goed. Volgens mij duurde het maar 2 minuten. Ik heb dus even weer mijn pakje aan. Mijn ouders komen dus oppassen. Want we gaan de zolder opruimen. Heel erg leuk. Net kwam er een man aan de deur. Die heeft hier in de jaren 60 op zolder gewoond. Ik moet nog even mee staan kletsen. En hij zei, ik heb dus ontdekt dat onze groene voordeur vroeger rood was. Shocking. Dingetjes. Hallo, daar zijn we weer. Hallo. Hallo, lieverd. Oh, daar staat hij weer. Dat, wat vind je van de boom? Ja. Mooi, hè? Kijk eens wie daar is. Olly, kijk, pas de auto. Toet, toet. Hij gaat nog even rechtop zitten. Nee. Maar ja, nog één, waar is dat? Nog één auto. Voor het oog lijkt het nog steeds een ontzettende zooi, maar er is structuur gekomen in onze zolder. Dit gaan we namelijk verkopen, maar niet dat Balinese raamwerk hoor, dat staat er gewoon. Dit gaan we verkopen. Dit blijft allemaal, dit ga ik ook nog verkopen, is allemaal merkkleding. En we hebben, dit moet nog allemaal in bakken, dit moet allemaal nog naar zolder. Maar kijk, hier is het al vrij leeg. Hier zat ook tot de noktoef gevuld. Dus dit gaat ook allemaal nog naar boven. En dan hebben we eigenlijk, ja, het ziet er misschien voor jullie niet zo uit. Maar wij zien echt wel resultaat. En dit gaat op een gegeven moment ook allemaal weg. Dus het is woensdagochtend. Ik heb de laatste make-over van het jaar. Althans, tot nu toe. Je weet nooit wat voor campagnes er nog binnenkomen. 2 december.
Ik ga nou naar vriendinnetje Marieke, want ik ga de laatste makeover doen met Philips. Ik ga eten op de makeover geven. Ik ga weer behangen. 3 behangrollen, behanglijm, hamerspijkers, alles heb ik mee. Ik hoop niet dat ik wat muurtjes verknal. Maar behangen kunnen we, hebben nu al gezien toen ik Jesje haar eethoek een makeover gaf. Maar ik ga rijden. Ik vind het een beetje spannend. Maar we gaan het gewoon weer doen. Bang zijn voor rijden is bijhouden. Zodat het minder erg wordt. Dus over 1,5 uur, ik denk dat ik 1,5 uur of doe. Een uurtje verder. Nou, bijna 2 uur verder. Ik ben er! Dus ga lekker aanwennen. Geen goed gaan. Hallo! Ja, we zijn inmiddels in de woonkamer van vriendinnetje Marieke. Yeah. Het gaat hier gebeuren, hè? Ja. Oh, wit, hè? Ja, wit. Ontzettend wit. Even met jou, hè? Ja. We gaan dit mooie behang. Wauw. Prachtig. Ja, dit is één van de leuk vind om te doen, behangen. Maar ik had niemand anders. Kijk, Elisa doet echt alles zelf. Die heeft niet een klusteam, zoals heel VT Wonen. Nee, ze is presentatrice en behangster en kluster erin. Hè? Ja, ik doe alles. Ze zijn ook zo gewoon geweest. Ja, precies. Hè? Ja, geen sterallures bij deze influencer. Absoluut niet. Baan. De eerste baan zit er al op. Kijk eens even hoe mooi. Nou, ik denk dat ik voor de middag alweer thuis ben. Nee, je moet ook nog lunchen. Oh ja, je hebt vast weer lekker lunch. Er komen straks 2 kinderen, hè? Oh ja, er komen straks... Oh ja, dus ik ga... Oh, de baan zit al. Marieke is nou kleinetjes de bengels aan het ophalen. En zo leuk. Jullie zeggen altijd, Elies, waarom kan je nou echt zo goed behangen? Ik zeg, ja, ik heb 4 jaar geleden namelijk, toen ik het eerste kamertje in ons huis liet behangen, de babykamer met het gouden behang, kwam er een mannetje langs van Arte, waar ook dit behang van is. En die heeft mij zoveel dingen uitgelegd hoe je moet behangen, met voornamelijk de spiesbehang, wat je allemaal moet doen. En hij had zoveel goede tips. En dat heb ik allemaal opgeslagen. En tot op de dag van vandaag hangt alles strak op de wand. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dus ook weer een tip voor jullie. Laat eens een keer gewoon, kijk eens gewoon een keer mee met een professioneel iemand. We hebben schilder, behanger. En sla wat op, waardoor je het later allemaal zelf kan doen. Dan hoef je ook niet voor iemand in te huren. Allemaal geld gaat kosten. Het zijn al dure tijden. Je kan het gewoon lekker zelf doen. Nou, bij deze mijn tip. Hey, doe hem ietsje hoger. Ja, ik denk dat hem iets... Ja, blijf je verhangen? Oh jongens, nou ik heb hier nooit zo snel... Marieke, ik vind het leuk als jij dan hier zo staat. Dat je gewoon even leuk naar ze lacht. Nee. Je hebt daar een koekje, die mag je opeten. En voor de rest gaan we even overhandigen. Maar ik mag het niet. Tweede, zeg maar kaas! James, ga je een broodje pakken? Ja. Nou, dat is ook jouw broodje. Oh, Louis, sorry. Gelukkig. Ik zie het verschil niet tussen jullie van de kant. James, kijk ze maar. James, kijk ze maar. Oké, let op je handje. Wij zitten. Nee, Louis, zitten. Als ga ik vriendinnetje brengen. Nou, leuk, we hebben. James en Louis naar een vriendinnetje brengen. Nee, ze is heel rustig. Ik heb nog steeds niet geluncht. Maar maakt niet uit. We gaan. Ik heb nu nog even wat shotjes gemaakt. We gaan zo de shotjes doen met steelstofzuiger. Daar draait het natuurlijk allemaal om. En ben ik klaar. Ik vind het zo mooi geworden. Wat een verschil, toch? Gewoon even een behangetje. Niet zomaar behang. Dit is echt zo'n gaaf behang weer. Maar dit is echt geweldig. En jullie gaan natuurlijk allemaal vragen, wat voor behang is het? Dat zou ik jullie even vertellen. Het is het behang van Arte. Uit de Selva collectie. En dan is het nummer 34300. Maar je hebt ook nog andere. Ook wat meer goud. Je hebt het in het wit, in het crème. En volgens mij ook in het groen, volgens mij. En leuk om te weten, dit behang komt uit dezelfde collectie als behang wat ik heb gebruikt voor de slaapkamer makeover bij Samantha en haar vriend. Kijk eens hoe mooi. Oh, ik ben zo blij mee. Dit is ook echt zo ontzettend leuk. Ja, het harde werken heb ik ook echt een hele lekkere lunch gekregen. Wat is het, Marieke? Oh, dus salade met... Oh, amandelen. Alles in.
lekker hoor. Broodjes met kaas. Oh. En empanadas. Echt. Van Los Tequeros. Los Tequeros. Ja? .nl? Zou ik aan mijn zusje vragen. En dit is van Old Amsterdam. Ja, dat heb ik op je gedaan. Ja, nou je het zegt. Je hebt me volgens mij ooit nog kaas gegeven een keer. Ja, je bent pas echt een goede vriendin als je me kaas geeft. Wat je van deze beker over, Marieke? Ik ben heel blij mee. Ja. Het is echt super mooi geworden. Ja, ik ben echt heel erg blij. Ik snap niet hoe ik het hier 3 jaar lang zo wit heb kunnen... Nou, dat is ook wel grappig. Waarom? Dat weten de kijkers niet. Maar ik was 2 weken geleden met Marieke aan het videobellen. Oh, ja. En stiekem ergerde ik me anderhalf uur gebeld. Een beetje aan al die witte muren. Ik dacht, dat kan echt niet. En er stond nog een Philips make-over op planning. Dus na het videobellen heb ik haar meteen geronseld voor de make-over. Nou, daar was ik natuurlijk heel blij mee. Het is toch wel goed dat wij dat videogesprek hebben gedaan. Precies. We kunnen ook wel een keer videogesprekken doen in de tuin. Als je... Ja, nou, wie weet volgend jaar. Ik ga de slaapkamer even bekijken, want ik ben hier al geïnfluenced. Ga hem nu heen. Ja. Ga hem nu heen. Nou, laat me even. Nou. Veranderingen. Ik vind het echt mooi. Oh, gelukkig maar. Oh, kijk nou. Oh, die vaas is leuk. Waar is die vaas van? Ja, ook van de Quantum of de Karwei. Karwei, denk ik. Heel mooi. Wauw, Hate Blue. Echt heel mooi. Goed, hè? Oh, zelfs de nachtlampje. Nou, joh, ik moet er gewoon een hoop door doen. Wauw. Ja, heel mooi. Het bed is ook mooi. Dekbed mooi. Uiteindelijk is dit de kerstboom geworden. Hij is al een stuk voller gehangen. Kijk, ik heb... Nou, Olly laat het gewoon helemaal met rust. Dus ik heb het helemaal vol gehangen. En ik had de onderste slinger bij het tuincentrum gekocht. Alleen, ik ben er dus achter gekomen. Ik koos voor warm wit. Maar dat is dus niet de kleur. Of de warmte die je moet hebben. Je moet klassiek warm hebben. Dus ik heb voor de hele kerstboom. Want later ging ook nog de volgende slinger kapot. Ik heb 3 slingers nou uiteindelijk gekocht. Aan 9 meter per stuk. En nou is de kerstboom af. Kijk. Het is dus, dit is dus de boom. 2020. En uiteraard hebben we natuurlijk... Kerstman met mondkapje en de wc-rol. En willen jullie meer weten over deze hele mooie kerstman? Ik heb natuurlijk hier een video van gemaakt. Een paar weken geleden heb ik deze geplaatst. Dus kijk het vooral even. En ik ben er zo blij mee. Oh, hij is zo mooi geworden. Ergens anders te zien dan bij Rachel. Die heeft natuurlijk een heel ander huis, maar dit is ook super leuk nu. Maar kijk, check eens even naar haar mooie badkamer. Herkennen jullie hem? Zo ontzettend leuk. Life is a winding road. No telling where it goes. Ik ben nog even de laatste shots aan het maken. Nee, kerstboom niet. Nee, kerstboom niet. Anders is het niet tijdloos genoeg. Maar Sylvie, ging het een beetje goed? Het ging heel goed. Ja, hè? Ja. Top. Nee, je deed het ook hartstikke goed. Nee, je deed het hartstikke goed. Ik vind het gewoon jammer om straks weg te gaan. Het is hier zo gezellig. Ja, ik ben blij hoor.
Nou, dan blijven we op die hele lekkere bank hier. Ja. In die mooie badkamer. Ik voel me sowieso thuis in die mooie badkamer. Kijk. Echt. En oh ja, wat Sylvie heeft gedaan, heeft ze dus ook verteld in de video. Kijk, ze hebben mooie tegeltjes. En de tegels zijn dan weer geïnspireerd op de mooie eetkamerstoelen. Nou, de keukentour / hometour bij Sylvie thuis met Whitney. It's her web. Whitney ging... Of Whitney. Jij ging goed, hè, Whit? Sylvie, je hebt een prachtig huis. Ik vond het echt zo ontzettend leuk. Ja, echt mooi. Dus je hebt het echt goed gedaan. De video hiervan, die komt, die staat inmiddels online. Of komt nog online. Laten we eventjes zien. Sylvie, wat ga je vandaag doen? Filmpje kijken, denk ik. Het regent. Lekker filmpje kijken. Wat heerlijks op de maandag. Wij zijn... Lekkere kerstfilm. Nou, wij gaan geen filmpje kijken hoor. Nee. Die gaat als man in deze video editen. Ja, want hij moet al online staan nu. Ja. Heb je nog een goede filmtip of serietip wat je volgt? Ja. His Dark Materials. Oh, die, ja. Maar ben je bij seizoen 1 of 2? 3. Het is in Amerika, maar Pepijn is dus heel handig, dus die kan dus een hele goede kwaliteit downloaden. Die maar die gaat de hele week wachten. Echt? Oh. Ja. Ik volg maar de serie ook. Een nieuwe in een aflevering vandaag weer. Nou, ik volg het op de legale manier, dus ik ben bij seizoen 1. Ik ken het helemaal niet. Heel leuk, dus van de Golden Compass, de film, maar hebben ze nu een serie van. Veel beter. Oké. Okay. Hebben we gewoon een goede tip. Nou, Sylvie, veel plezier. Met veel kijkplezier. Ja. Dus van de keukentour en de hometour. En ik heb nu een meeting. Ik weet niet of ik een videomeeting heb, hè? Dus je weet het tegenwoordig wel. Dan ben ik helemaal opgedoft, dan gaan we bellen. Zit ik in mijn huispak, gaan we video bellen. Dan ben ik helemaal in paniek. Maar ik heb nu een meeting met Kaylee Helpt. Kaylee Helpt, of Kaylee, gaat mij helpen mijn iMac opschonen. Want die is traag. Ongelooflijk, dat is niet normaal. Hij is zelfs zo traag dat ik afgelopen weekend een nieuwe heb gekocht. Een MacBook Pro. Mocht ik van mezelf in mijn schoentje zetten. Alleen die is nog niet binnen, nog 3 weken. Dus ja... Het is altijd fijn om een MacBook, een laptop te hebben, omdat ik dan overal kan werken. En de iMac zit je natuurlijk altijd wel vast aan de snoer. Dus, ik dwaal af. Ze gaat mij helpen de iMac opschonen. En aanstaande vrijdag krijg ik van haar les, een workshop, hoe ik om kan gaan met al die gigabytes, terabytes aan bestanden. En hoe ik ze veilig kan opslaan in de cloud, online. Dat is in de cloud volgens mij. En op externe harde schijven. Dus dat als de één kapot gaat, dat je nog heel veel andere backups hebt. En dat is fijn, want ik heb 8 jaar lang een home tour. En natuurlijk al die familiefoto's. 10.000 foto's van Olly. Dus ze gaat mij helpen. Oh, kan niet wachten. Ik heb al mijn boekjes klaarstaan. En papa, die is nog steeds aan oppassen. Die heeft me net een kopje thee gemaakt met pepernootjes. Dat deed mijn vader vroeger sowieso altijd, toen ik nog thuis woonde, maakte hij altijd thee voor ons. Kopjes thee. Doet de hubby niet voor mij. Nee. Sinds ik samen woon, 15 jaar lang, of 13 jaar lang, wordt er geen thee meer echt voor me gezet. Dat is niet waar, hè? Nou, oké. Ik dwaal af. We gaan nu bellen met Kaylee. Black Wonder, daar heb je niet voor, hè? Ja, dat is het. Op de interne microfoon zitten. Kijk, nou, het is ook weer zo gefixt, hè, met zo'n handige vrouw. Zeker. Ik heb het zelf ook wel eens, hoor. Auto. Toet, toet. Is de auto. Toet, toet. Ja. En de pauw. De pauw mag die aanraken, de veer. Probeer maar, het veertje. De pauw aan. Oh, nee, alleen aan de pauw, hè? Ja, deugt niet. Moet je een handje zien achter. Kaas. Nee. Hoezo zou het kaas zijn? Zou het wel haar zijn? Je hebt een goede trui aan. Ja. Goed kerstverhaal. Lekker. Ik ben vandaag mijn kerst staan. Oké. Hij stilt even de show. Deze is voor jullie. Hij is zwaar. Oh. Pas op. Het is breekbaar. Het... Voor het gezin met de allermooiste kerstboom. Appel. Dat is kaas. Nou, Olly, is je lunch. Ja, heb je 5 kilo kaas gekregen.
mijn vader krijgt van werk geen. Dankjewel, Lotte. Kaas, hè? Oeh, you did it. Ja. Deze gaan helemaal op. Vandaag, nee, niet vandaag. Oh, dit is een hele lekkere wijn. Oh, deze ook. Oh, jongens. Het lijkt wie verjaardag dit, joh. Hè? Huh? Maar alles hier laatst ook. Ik zeg, dit is zo lekker. Oh, die is lekker, hè? Wat kan een jaartje snel voorbij gaan, hè? Het was natuurlijk ook een heel bizar jaar. En ik wil iedereen van jullie alvast hele fijne feestdagen wensen. En ondanks alle negativiteit hoop ik dat jullie er moeten inhouden, want het komt echt allemaal goed. En we vieren kerst natuurlijk anders dan anders. En ik hoop dat jullie ook een manier vinden om het dit jaar ook nog gewoon gezellig te maken, op afstand eventueel. Dus ja, dat wilde ik nog even jullie allemaal even meegeven. 2021 wens ik jullie ook veel gezondheid en geluk toe. En dat het volgende jaar misschien ietsje beter wordt dan afgelopen jaar. Maar eerlijk gezegd, ik ben ook heel erg benieuwd. Ik heb eigenlijk gewoon een topjaar gehad. Zakelijk gezien, maar ook privé gezien. Een soort van innerlijke rust heb ik gekregen, omdat ik niet meer van mezelf heel veel dingen moest doen. Oké, we hebben niet gereisd. Dat is het enige echte nadeel, of nadeel tussen haakjes. Maar ik heb eigenlijk gewoon een heel leuk jaar gehad. Ik heb 2 cursussen ontwikkeld. Ik heb een nieuwe website gelanceerd. Ik ben nu bezig met nieuwe plannen voor 2021. Hele spannende plannen. Hou ik jullie van op de hoogte. Dus uiteindelijk, ondanks dat het een bizar negatief jaar werd, is het toch eigenlijk ook wel weer een positief jaar geworden. Dus ik ben benieuwd of het ook voor jullie gaat. Laat even weten onder in de reacties. Dit was dus de laatste vlog van het jaar. Maar de eerste vlog van het jaar komt meteen online op de eerste dag van het jaar. 1 januari staat een hele leuke home tour gepland van een Haarlems droomhuis. Is niet voorgekomen in deze vlog, maar ik had te veel materiaal. Kun je nagaan. Maar er staan alweer 2 hele leuke home tours op de planning. Dus in het volgend jaar weer heel veel home tours, andere leuke video's, hopelijk weer heel veel makeovers. Maar voor nu ga ik eventjes chillen. Ik ga gewoon even tussen kerst en oud en nieuw even lekker chillen. Ik hoop jullie ook. Dus fijne kerst en een happy 2021. Dan zie ik jullie weer op de allereerste dag van het jaar. Tot volgend jaar!